Hoi en welkom bij deze vlog. Deze vlog ga ik het hebben over cleansers. Over het reinigen van de huid. Ik heb even een blaadje bij me waar ik af en toe even naar kijk. En dat heeft meer met statistieken te maken die uit mijn Instagram account naar voren kwam. Ik heb van de week namelijk op Instagram een vraag gesteld. Of een aantal vragen eigenlijk omtrent de huid. Maar ik heb ook een vraag gesteld over de reiniging. Hoe vaak je gemiddeld reinigt. En of je last hebt van een droge huid of een glimmende huid. Ik heb een vraag gekregen van iemand die mij volgt op YouTube, Facebook en Instagram. En die zegt, ik word er helemaal gek van al die reinigers. Image heeft er inmiddels 7 plus een toevoeging. En dat is de Illuma Exfoliating Powder. Die had gevraagd of ik een keertje een uitleg kan geven. Aangezien iedereen een soort van favoriet heeft onder de vloggers en de mensen die op social media actief zijn. En de mensen af en toe denken, ja oké, hartstikke leuk. Maar ik heb andere reinigers en waar moet ik op letten? En wanneer moet je het doen? Dus heb ik besloten, ik ga dit keer de vlog maken over het reinigen van de huid. Mijn eerste vraag die ik gesteld heb is, hoe vaak reinig jij je huid? 1 keer of 2 keer per dag? 22% gaf aan maar 1 keer per dag te reinigen en 78% gaf aan 2 keer per dag te reinigen. Waar ik al blij mee ben, is dat dus eigenlijk onder mijn volgers, zover ik weet, iedereen in ieder geval 1 keer per dag reinigt. Dus dat is al een hele overwinning, want er zijn ook mensen die niets doen. Waarom moet je nu 2 keer per dag reinigen? Ik heb het al in de eerdere vlog uitgelegd, maar ik zal het toch nog een keertje doen. Aangezien het nu puur over de gezichtsreiniging gaat, eind van de dag reinig je 2 keer de huid. De eerste keer dat je reinigt is echt om de oppervlakkige viezigheid en een deel wat in de poriën zit te verwijderen. Maar een reiniger heeft natuurlijk een maximum capaciteit. En als je de huid dus maar 1 keer reinigt 's avonds, heb je kans dat er nog heel veel viezigheid achterblijft. Daarom raden wij standaard aan 2 keer te reinigen. 1 keer om make-up te verwijderen, uitstoot wat op je gezicht ligt, viezigheid, van koken, aanslag, al dat soort dingen. Reinig gewoon 1 keer de huid. Dan kan de huid weer even ademhalen. En dan reinig je nog een 2e keer de huid. Wat ook nog mooi is, is als je 2 keer reinigt, stimuleer je de huid. Als je daarna je nachtverzorging opdoet. Ik heb eerder al verteld, tussen 11 en 3 werkt de huid het allerhardst. Dus op het moment dat je de huid gaat stimuleren en je doet daarna een mooie actieve nachtverzorging op, is de huid toch al een beetje wakker en kan gelijk het product aan de slag gaan. Dus 2 keer reinigen in de avond. Maar waarom is het nu ook belangrijk om ook 's ochtends weer te reinigen? Want je hebt het 's avonds gedaan, je gaat lekker je bedje in. 'S Ochtends word je wakker, waarom moet je dan nog 1 keer reinigen? Nou, dat heeft te maken met je kussen, onder andere. Sowieso lig je vaak te kwijlen in je slaap. Ik in ieder geval wel, ik word 's ochtends vaak wakker met een lekker gezicht. En dat komt echt omdat ik met mijn mond open lig te slapen. Nu komt de tijd van de verkoudheid eraan, dus het wordt nog erger. Maar dan nog steeds is ook je kussen een enorme bacteriebron. 1/3 van het gewicht van je kussen bestaat uit bacteriën. Echt waar. Ja, kussen zit helemaal vol ermee. Wat je het beste kan doen is hem af en toe of heel erg heet wassen of in de vriezer leggen. Maar ja, hoe vaak doe je dat? Dus daarom is het heel belangrijk om 's ochtends de huid te reinigen. En daarbij is het heel belangrijk om die reiniging te doen, omdat als je een reiniging doet voordat je producten aanbrengt, is de pH-waarde gelijk hersteld van de huid en wordt de huid weer lekker rustig en is die klaar voor de producten die je daarna erop doet. En je bent ook gelijk lekker wakker. Dus dat was sowieso heel belangrijk. Ik ga nu even alle reinigingen opnoemen die Image Skincare heeft. Die ga ik kort uitleggen. Dus neem even een pen en een papier bij de hand. En als je denkt, ah, dat klinkt interessant voor mij, schrijf hem even op. Maar daarna ga ik nog uitleggen welke producten ik adviseer. Bij de droge huid, de vette glimmende huid, de oudere huid, onzuivere huid en acne, roodheid, couperose rosacea. En de pigmentvlekjes, de huid met vlekjes, welke je zou moeten proberen. En dan de producten. Wat ik net al zei, Image Skincare heeft 7 cleansers.
Op zich kan je altijd kiezen voor maar één reiniger. Alleen één is geen. Niet dat het helemaal niets doet, maar het beste is om altijd te combineren met een andere reiniger. Want je huid heeft verschillende behoeftes. Vandaag had ik toevallig een klant bij mij in de salon die zegt, ja, dan sta ik in de winkel. En dan denk ik, heb ik nou een gemengde huid? Heb ik een vette huid? Heb ik een gevoelige huid? Ja, ik heb eigenlijk een half glimmende huid. Maar dit voelt weer droog, dus gemengd. Maar het is ook geïrriteerd en ik heb vlekjes, dus waar moet ik nu uit kiezen? Nou, daarom hebben we altijd het advies om in ieder geval twee reinigers te kiezen. En soms zelfs drie, maar daar kom ik zo meteen op terug. De reinigers waar ik allemaal over ga hebben is de Illuma Intense Lightening Cleanser. Dit is een gel to milk cleanser. Je hebt een gel en die breng je eerst aan op je huid. Daarna bevochtig je de handen en dan was je je hele gezicht lekker. En dan wordt het een milkachtige cleanser. Hij is heel zacht. Hij verlicht pigmentvlekjes. Hij zorgt dat je huidtint zeg maar een beetje oplicht. Dus dat is al heel mooi. Daarom zie je pigment ook minder. Hij vermindert dus de vlekjes. Hij vermindert ook huidirritaties. Dus als jij last hebt van huidirritaties, is hij ook fantastisch. En hij vermindert ook de aanmaak van pigmentvlekken. Dus hij is ideaal op het moment dat je last hebt van donkere vlekken en last hebt van verkleuringen. Dat was de Illuma. Dan hebben we de Ormatic Balancing Facial Cleanser. Dit is een gel cleanser. Wij gebruiken hem thuis sowieso allemaal. Ja, ook mijn kinderen. Tom natuurlijk nog niet, want die is pas 2. Maar Nathalie en Eve gebruiken hem wel. En mijn man gebruikt hem ook. En ik gebruik hem ook. Wat is er zo fijn aan? Het is een alles in één reiniger. Je kan je make-up ermee verwijderen. Het is gewoon een hele lekkere face wash. Wat ik al zei, het is een gel cleanser. Hij is helemaal organisch op basis van groene thee en kamille. Dus hij kalmeert ook lekker. Hij voedt de huid. Hij herstelt de huid. Het is een hele zachte cleanser. Hij hydrateert en hij heeft ook nog een keer een helende werking. Dus het is een perfecte cleanser als je huid gevoelig is. Als die uit balans is na een peeling of microneedling. Bij irritaties, omdat die kalmeert. En hij mag op alle huidtypes. Dus dat is fantastisch. Wat dat betreft is het een multifunctionele cleanser. Super lekker. Dan hebben wij de Vital C Hydrating Facial Cleanser. Een hele erg lekkere crème-achtige cleanser. Hij is dus fantastisch voor de mensen die het heel fijn vinden om met een milkachtig product te reinigen. Deze breng je aan op de huid. Dan maak je je handen vochtig en dan kan je hem mousseren. Dan kan je hem nog een minuut lang lekker inmasseren en van het gezicht afspoelen. Deze werkt ontzettend goed tegen schadelijke effecten van buitenaf. Die zorgt dat die er verwijderd worden van je gelaat. Dus loop je nu buiten of werk je in een werkplaats of in de keuken en je hebt heel veel schade en stoffen van buitenaf op je huid liggen, zorgt de Vital C Cleanser dat deze losgelaten worden van de huid. Hij beschermt ook bij schade die je al hebt opgelopen van buitenaf, dus ook de zon bijvoorbeeld. Dus hij brengt heel veel vocht in de huid. Het is een universele cleanser, dus hij is gewoon heel makkelijk in gebruik. Hij bevat heel veel vitamines. Hij vermindert overigens ook heel erg jeuk. En er zit een enzym in die de vrije radicalen van de huid verwijdert. Dus dat heeft weer met die schade van buitenaf te maken. Dus bij zonschade herstelt hij de huid met de vitamines. Maar er zit ook een enzym in die de schadelijke vrije radicalen die op de huid liggen van de huid afsnoept, zeg maar. Deze is perfect voor de rokershuid. De gevoelige huid, rosacea, couperose, de extreem droge huid, de huid die veel te veel in de zon is geweest en bovenal eczeem. Mensen met eczeem hebben natuurlijk ook altijd die jeuk. Het is droog, het jeukt en deze doet natuurlijk hydrateren, hij beschermt de huid en hij zorgt er nog een keertje voor dat jeuk verminderd wordt. Dus ook een hele lekkere cleanser en hij ruikt heerlijk naar sinaasappel. Dan hebben we de Ageless, de Total Facial Cleanser. Ageless is een blend met 12% glycolzuur erin. Het is dus een wat pittigere cleanser. Hij is universeel schuimend. Heel erg lekker schuimend, schuimende cleanser.
Hij is perfect om make-up van het gelaat te verwijderen. Niet over de ogen met deze cleanser. Want glycol kan heel erg prikken en irriteren in de ogen. Dus het is echt om het gelaat te reinigen. Het voordeel is dat het ook tallig opneemt. Maar dan op een milde manier. Hij exfolieert al. Ik heb al eerder uitgelegd dat exfoliëren is eigenlijk het op een milde manier losweken van de dode huidcellen van de levende huidlaag. Dus een soort wat we als scrub kennen. Alleen wordt dit op een hele milde, vriendelijke manier gedaan. Het verfrist de huidtint. Het is ook voor de mensen die een beetje pigment hebben, is die perfect. Hij is fantastisch bij de oudere huid. Omdat hij dus echt die dode huidlaag verdunt. En eventjes die tint een beetje goed op gang brengt. En hij is voor de normale en de gecombineerde huid. Maar als je toch een wat vettig huid hebt die neigt naar de wat drogere kant, zou ik zeker zeggen neem de Ageless Total Facial Cleanser. Hij is fantastisch en ik combineer hem heel veel met andere cleansers. Maar daar komen jullie zo meteen achter. Dan hebben we nog de Max Stencil Facial Cleanser. De Max zegt het al. Het is de hele stamcellenlijn die er is van de Max. En dit is echt een beetje een ondergeschoven kindje. Ik merk dat de andere productlijnen worden heel veel genoemd. Maar de Max hoor je toch het minst. Terwijl het een ontzettend mooie cleanser is. En waarom is dat? Hij is zuurvrij en sulfaatvrij. Het is een hele erg zachte stamcellenreiniger. Hij is geschikt voor alle huidtypes. Maar hij werkt anti-age ontzettend fijn. Waarom? Hij heeft stofjes erin zitten die verminderen de gelaatsrimpeltjes. Dus de erge gelaatsrimpeltjes die je in je huid hebt. Dus ik heb hier zo'n, ik weet niet of je dat kan zien hoor. Maar ik heb hier zo, ja dat zie je wel. Kijk, dit. Dit is mijn slaaprimpel. Ja, ik ben 35, maar ik heb al een slaaprimpel. Maar dat maakt niet uit, ik slaap ook altijd op mijn linkerkant. En ik kan me dat zelf niet afleren. Dus, maar deze heeft dus een stofje erin zitten in de reiniger die gelaatsrimpels vermindert. Het zit overigens ook in de crème van de Max en in serum en zo. En in de oogcrème. Maar deze reiniger doet dat dus ook. Dus het werkt gelijk anti-age, heel erg lekker. Maar er zitten ontstekingremmende stoffen in en hij vermindert roodheid. Deze is dus fantastisch bij de anti-age huid, maar ook acne en bij roodheid. Dus het is ontzettend mooie reiniger ook voor de acnehuid, omdat hij die ontstekingen remt, maar toch heel erg mild is. Het hoeft niet altijd agressief aangepakt te worden met acne. Dan hebben we de MD Facial Cleanser. Dit is een restoring cleanser. Wat is hier zo fijn aan deze reiniger is de MD cleanser is een combinatie van glycolzuur, melkzuur en salicylzuur. Dus het is een mix van die drie. Hij doet op een hele milde manier exfoliëren. Maar het is wel een hele krachtige reiniger omdat hij die drie ingrediënten bij elkaar heeft. Hij zorgt enorm voor de verjonging van de huid. En hij pept hem heel erg op door die mix. Hij is perfect voor de oudere huid, de huid met pigment en ook de hele erge vermoeide huid. Daar werkt hij ook heel erg fijn bij. Het is een nieuwe cleanser, maar hij is super lekker. En wat lekker is, als je reinigt en je doet hem op je huid. En terwijl je aan het reinigen bent, dan voel je hem een soort van koel worden op de huid. Dus je voelt echt die verfrissing op de huid. Dus dat is echt, daarom ook zeker bij die wat vermoeide huid door stress en dat soort dingen werkt echt ontzettend als een oppepper. Je voelt je er ook gelijk een stuk beter bij. Dan hebben we nog als zevende variant de Clear Cell Clarifying Facial Cleanser. De facial cleanser, de salicylic facial cleanser moet ik zeggen, van de Clear Cell lijn is echt gemaakt voor de vette huid en de acne huid. Echt die glimmende huid. Het is een schuimende cleanser. Hij vermindert talg en hij verwijdert direct dode huidcellen. Hij doet dat zonder een glans achter te laten. Dus dat is heel erg fijn, zeker bij die wat vettere huid. Hij werkt ook ontstekingsremmend en hij is antibacterieel. En daarom is hij perfect bij de acnehuid. Dan hebben we als allerlaatste nog de Illuma Exfoliating Powder. En dit is een poeder. Zoals jullie zien, zit in een busje.
En het is een poeder, die doe je door je cleanser heen. Je kan hem puur gebruiken, maar ik adviseer hem altijd om door een cleanser te doen. Waarom? Het is een poeder die polijst de huid. Die zorgt dat die ergste laag die op de huid ligt, die ervoor zorgt dat je er misschien wat mat uitziet of juist heel erg glimt. Of dat je een beetje een onegale kleur hebt. Hij heeft hele brede werking en iedere reiniger wordt daarmee geüpgraded, zeg maar. Fantastisch om te hebben en als je hem hebt en je gebruikt hem, ga je vanzelf aanvoelen wanneer je hem wel of niet moet gebruiken. En wat het met jouw huid doet. Hij pakt iedere huid op een andere manier aan. Als ik het doe, merk ik echt dat ik een hele mooie, egale, mooie, rozige kleur op mijn huid krijg. Een echt fantastisch product. Wel even boven de wastafel, want het is gewoon een potje met poeder. En dat ligt dan gelijk overal. Dus een klein kommetje maken op je hand. En dan, maar het werkt echt heel erg fijn. Ik zal hem daar nog even verder uitleggen. Ik ga weer even kijken naar mijn statistieken. Maar ik ga het hebben nu over welke reiniger past bij welk huidtype. De droge huid. Onder mijn volgers heeft 64% last van een droge huid, hebben ze aangegeven. Wat ik daarbij wil adviseren is om 's ochtends de Vital C cleanser te gebruiken. Dat is weer die cremmerige reiniger die de huid heel erg lekker voedt. Het maakt gewoon lekker vol. Het hydrateert alvast, dus je bent voor de hele dag al een beetje beschermd, ook tegen die invloeden van buitenaf. En je hoeft het niet per se enorm met veel water te doen, vinden sommige mensen ook lekker. Voor de avond adviseer ik de Ormetic Cleanser, die dus heel erg die irritaties vermindert en voor de gevoeligheid is. Maar hij brengt ook de huid weer in balans. En om daarna die Vital C Cleanser te gebruiken. Waarom doe je nu eerst die Ormetic Cleanser? Omdat hij zo'n onwijs lekkere reinigende werking heeft. En dat vind ik persoonlijk heel erg lekker aan dat Ormetic product. Wil je nu nog extra exfoliëren, dan kan je bij die Ormetic ook nog de exfoliating powder doen. Ik doe het zelf wel. En ik doe vaak 's avonds alleen de Ormetic Cleanser. Het wisselt een beetje, maar als ik die doe, dan doe ik eerst de Ormetic Cleanser en dan Ormetic Cleanser met de Illuma Powder. In de Vital C is die ook super lekker, maar die heb ik nu hier niet staan. Maar hij is zeker lekker. Dus de droge huid, maar dan praat ik niet alleen over de droge huid. Ook over de huid met eczeem en de gevoelige huid. En de huid die last heeft van irritaties. Dus 's ochtends de Vital C en 's avonds de Ormetic en de Vital C. En eventueel kan je daar die Illuma Exfoliating Powder bij gebruiken. Dan hebben we de vette glimmende huid. Er waren in totaal 40% van mijn volgers die aangaf een glimmende huid te hebben. Nu heeft dat natuurlijk verschillende redenen. Want gebruik je over-the-counter producten, krijg je ten alle tijde later op de dag een glimmende huid. Dat komt omdat die olie van je huid af moet, omdat je huid wil ademen. Dus gebruik je producten die zo van de plank komen. En jij weet dus niet of jij glimt omdat jij last hebt van veel talg of dat het de olie is van het product. Zou ik zeggen, gebruik een paar dagen even helemaal niets. Geen reiniger, geen crème. Doe alleen even met lauw warm water je gezicht afspoelen. En kijk dan wat naarmate de dag vordert, wat er gebeurt met je huid. Ga je glimmen, dan heb je een gemengde huid. En wordt die droog, dan dus niet. Dan is dat dus die olie geweest. Dus het is heel moeilijk, maar doe eventjes een dag of 2, 3 alleen maar met water. Sommigen zien het al na een dag. Maar als je alleen met water afspoelt, afdroogt en verder niet, moet je even kijken wat er dan met je huid gebeurt. Heb je nu wel heel erg dat glimmende en echt die vette huid, of heb jij last van acne? Acne kom ik zo op terug. Ik had het over de glimmende huid. Bij de glimmende huid, wat 40% aangaf, adviseer ik om 's ochtends de Ageless Cleanser te gebruiken en 's avonds de Clear Cell. Als die echt van zichzelf zo glimt. De Ageless reiniger is namelijk een hele lekkere universele reiniger die talg opneemt. Dus dat is heel erg lekker voor de ochtend, omdat het dan nog niet zo heel erg actief aanwezig is. Het zorgt even dat die huidtint opfrist. Dus perfect voor als voorbereiding op de dagcreme. Voor de avond adviseer ik je gewoon eerst even die ageless te doen om de ergste make-up te verwijderen. En om vervolgens de Clear Cell te gebruiken. Waarom de Clear Cell? Deze doet echt enorm veel talg afnemen.
Hij vermindert de glans. Hij werkt ontstekingsremmend en antibacterieel. Dus hij is heel erg lekker. Hij doet nog meer, want salicyl bindt zich heel erg aan talg. Dus deze verwijdert meer talg dan de Ageless Cleanser. Dus heb je echt een heel erg glimmende huid. En daardoor kom ik nog op de acne en de onzuiverheid. En die heeft eigenlijk bijna hetzelfde advies. Maar nu heb ik het niet over de huid met ontstekingen. Maar die zou ik dus adviseren de Ageless en de Clearcel te gebruiken in de avond. Dan heb ik als de oudere huid. 27% van mijn volgers geeft aan een oudere huid te hebben. Dus dat betekent dat de huid er ouder uitziet dan die werkelijk is. Dit gaat vaak gepaard met stress, vermoeidheid, ziekte, wat dan ook. Dat zijn vaak wel redenen waardoor de huid er ouder uitziet. Roken, ja, het is echt, ik heb onlangs heb ik cijfers gehoord. Rook jij, dan per sigaret verlies je 250 milligram vitamine C uit je lichaam. Je hebt ongeveer 1250 milligram vitamine C nodig om normaal te functioneren, om normaal collageen en zo aan te maken. Dus dat is ook voor je gewrichten, dat is voor je huid, dat is voor je haar, dat is voor je nagels. Ga zo maar door. Collageen heeft echt een hele brede werking, met meer dan alleen maar anti-rimpel. Rook jij, dan heb je dus na 5 sigaretten al je vitamine C al verbruikt. Het verdwijnt gewoon. Dus jij rookt, je maakt gewoon echt die vitamine C kapot. Daarom zie je er zo snel ouder uit. Zeg je, ach, weet je wat, dan ga ik gewoon bijslikken. Dus ik heb 1250 nodig en ik rook 5 sigaretten. Nou, dan slik ik er gewoon nog 2000 bij. Maar je lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid vitamine C handelen per 24 uur. Dus zelfs als je een time release vitamine C gaat slikken, dan krijg je bij het slikken van ongeveer 3000 milligram vaak al last van diarree, omdat je lichaam het niet meer aan kan. En vitamine C wordt niet opgeslagen, maar dan wordt het zo eruit gegooid en krijg je dus diarree. Je kan er dus niet tegen opslikken. Dus rook jij, ja, jammer, maar jij zal gewoon een oudere huid hebben. Heel hard, maar zo is het nou helemaal. Heb jij gewoon een oudere huid door stress of door ziekte? Dat is heel wat anders. Adviseer ik jou 's ochtends de Demex cleanser te gebruiken. Waarom? Deze is zuurvrij, sulfaatvrij, wat ik al zei, maar hij is heel zacht. Hij brengt die huidtonen, geeft die een mooie kleur. En hij heeft natuurlijk die gelaatsrimpels die verminderen. Omdat hij een soort, niet verlammend werkt. Maar hij werkt wel een beetje hetzelfde als een botox. Alleen dan op een mildere manier. En die zorgt dat de ergste gelaatsrimpels verminderen. Dus dat is natuurlijk ontzettend fijn. En dan 's avonds adviseer ik, als je een drogere huid hebt, de Ageless cleanser te gebruiken. Die met die glycolzuur. Die bindt zich aan vocht. Dus die gaat de diepte in. Die gaat op zoek naar dat vocht. En die stelt de huid open voor het volgende product. Dat is dan dus ook weer die Demex cleanser. En heb je nu een vettere huid, dan adviseer ik je de MD cleanser te gebruiken. Die glycol, melkzuur en salicylzuur mix. En daarna de Demex cleanser. Want die eerste cleansers zijn heel belangrijk om de huid te reinigen. Maar ook om hem open te stellen voor die volgende reiniger. Om zo die nacht goed door te komen. En lekker die anti-age werking te laten doen. Die MD cleanser is overigens ook nog verjongend. Dus hij is natuurlijk eigenlijk een hele fijne combinatie. Het enige wanneer ik de MD niet zou adviseren is als je echt een hele extreem droge huid hebt. Maar hij is eigenlijk heel mild. Dus de MD en de Demex zijn een super combinatie bij de oudere huid. Dan heb ik als vierde de onzuivere huid. 50% van mijn volgers, vond ik echt veel, geeft aan een onzuivere huid te hebben. Dan kan het natuurlijk zijn dat ze mee-etertjes op de neus hebben of zo. Of wat, hè, wat pukkeltjes af en toe. Vrouwen hebben natuurlijk altijd in een bepaalde periode pukkels. Ik heb ook weer zo'n lekkere kin die nu momenteel een paar plekjes heeft. Omdat ik vorige week mijn periode heb gehad. Dus de onzuiverheden heeft echt te maken met wat je gebruikt aan producten. Heb je onzuiverheid omdat je een vette huid hebt? Ja, dan moet je weer even kijken naar wat ik net vertelde. Dus voor die wat vettere huid. Heb je een onzuiverheid omdat je het te weinig reinigt? Gaat nou eens een keertje wat 2 keer per dag reinigen.
En ga zo maar door. Gebruik je over de counter producten, krijg je meer onzuiverheden. Dus heb je een onzuivere huid, kan ik je niet direct advies geven. Stuur dan een berichtje met hoe jouw huid is. Met hoe jij hem typeert. Hoe ziet hij eruit? Hoe voelt hij? Hoe voelt hij als je onder de douche vandaan komt? Hoe voelt het als je een dag niet reinigt en niks erop doet en alleen maar water gebruikt? Dan kan ik jou een beter advies geven. Heb jij nu een onzuiverheid omdat je acne hebt? Want 36% van mijn volgers heeft acne. Adviseer ik jou om 's ochtends de Ageless Cleanser en de Demax Cleanser te gebruiken. En 's avonds de Clear Cell en de Demax. Ja, het zijn 3 reinigers. En ik adviseer eigenlijk alleen 3 reinigers te gebruiken bij acne. En waarom is dat? En dan heb ik het niet over de exfoliating powder. Maar dat doe ik omdat de Ageless Cleanser is voor de ochtend fantastisch als je acne hebt. Als je 2 keer de Clear Cell gebruikt, is gewoon te heftig. Je gaat te veel talg onttrekken. Dus heb jij een acnehuid, maar die wel heel erg droog is, doe dan 's ochtends de Ageless Cleanser en de Demax Cleanser en 's avonds hetzelfde. Heb jij een hele vette acnehuid, doe dan 's ochtends de Ageless en de Demax Cleanser. Want die Demax die doet toch gewoon onwijs lekker die ontstekingen remmen en die roodheid verminderen. En dat is gewoon heel erg fijn. En dan adviseer ik 's avonds de Clear Cell Cleanser en de Demax. Die Clear Cell doet natuurlijk heel veel talg onttrekken. En die werkt natuurlijk antibacterieel heel erg goed. Hij werkt ontstekingremmend. En de Max die zorgt weer dat de roodheid vermindert en de ontstekingen vermindert. Dus die 2 samen voor de nacht is natuurlijk heel erg fijn om die acne aan te pakken. Dus wil jij weten als jij een acnehuid hebt welke voor jou geschikt is, stuur dan even een foto echt van je acnehuid. Hoe het eruit ziet 's ochtends en stuur er ook eentje hoe het er 's avonds uitziet. Want er zit ook verschil in. Dan heb ik als volgende, de 5e, is roodheid, couperose en rosacea. Dus de roodheid in de huid. 56% van mijn volgers geeft aan last te hebben van roodheid in de huid. Daarbij adviseer ik weer die Demax Cleanser 's ochtends te gebruiken en dan daarna de Illuma Cleanser. Dus dat is weer die Gel to Milk Cleanser. Deze zorgt namelijk dat je huid heel mooi egaliseert. Hij ligt lekker op, maar hij vermindert ook het pigment. 'S avonds adviseer ik je ook gewoon de Demax Cleanser te gebruiken en de Illuma Cleanser. En ik adviseer je daarbij de Illuma Powder te gebruiken. Dit kan je dagelijks doen om toch, omdat het 2 hele milde reinigers zijn, toch een exfoliërend product erbij te doen om toch die dode huid te verminderen. En daarvoor zou ik echt adviseren die poeder te gebruiken. Als 6e gaat het over pigment. Pigment in de huid. 44% van mijn volgers geeft aan last te hebben van pigmentvlekjes of überhaupt vlekjes of pigment in de huid. Dat kan natuurlijk een melasma zijn, dat kan een enkel vlekje, dat kan meerdere vlekjes zijn. 44% geeft aan daar last van te hebben. Ik adviseer op het moment dat je last hebt van pigment en je hebt een hele erge droge huid, adviseer ik jou de Ageless Cleanser en de Illuma te doen. 'S ochtends doe je gewoon lekker alleen de Illuma Cleanser en 's avonds adviseer ik je dan de Ageless Cleanser en dan de Illuma Cleanser te doen. En heb je nou een hele erge, een wat vollere huid of in ieder geval niet extreem droog, maar gewoon een normale huid, gemengde huid of vette huid, adviseer ik je 's ochtends de Illuma te gebruiken en 's avonds de MD Cleanser en de Illuma Cleanser daarna te gebruiken. Dus je doet er altijd bij 2 reinigers eerst de eerste reiniger om reinigen, afspoelen en dan pak je de 2e erbij. Hierbij adviseer ik je zeker ook de Illuma Exfoliating Powder te gebruiken. Ben je nu nieuwsgierig naar die poeder? Laat het me dan weten en dan geef ik eens een keertje een sampletje bij de bestelling. Komende week zal ik sowieso bij iedereen die een bestelling doet een Illuma Exfoliating Powder erbij doen. Want dat vind ik niet geheel onbelangrijk. Dan kunnen jullie namelijk allemaal eens een keertje voelen hoe die nu eigenlijk is om door de reiniger te doen. Wat ik dus adviseer, 2 keer per dag te reinigen. Bij sommigen adviseer ik dus 2 reinigers te gebruiken in de ochtend en 2 in de avond. En sommige 1 in de ochtend en 2 in de avond. 'S avonds reinig je altijd 2 keer. En probeer het eens en kijk eens wat het met de huid doet. Want ik doe het echt niet als verkooppraatje of whatever.
Het is echt puur om ervoor te zorgen dat jouw huid gewoon een hele goede conditie hebt. En daarom is de reiniging het allerbelangrijkste. En toen waren we aan het einde gekomen van deze vlog. Ditmaal geen verloting van een product, maar iedereen die deze vlog heeft bekeken kan online een bestelling plaatsen en krijgt allemaal 10% korting op alle reinigers die we hebben. Je hoeft alleen maar in de webshop in de winkelwagen de couponcode in te vullen. Vlog cleansers, hij staat hier. En dan krijg jij 10% korting op iedere cleanser. Plus een sampletje van de Illuma Exfoliating Powder krijg je erbij. Dus het maakt niet uit of je 2 cleansers, 3 of 5 bestelt. Je mag eenmalig gebruik maken van deze korting. Dus voor iedereen vlog cleansers in de webshop. En je krijgt 10% korting op de cleansers die je bestelt. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende week. Doei!